denken. En Thijs, die had natuurlijk niks. En dan weer zegt van die jongen, zie je die nog wel eens? En als ik die dan zie, dan, ja, dan weet ik gewoon van, hé. Hey. Van wat ik van weet, de beetje informatie wat ik dan ken van hem, is wel dat Thijs veel harder heeft moeten knokken. Om, ja, voor inderdaad voor dat. En dat daardoor misschien die vechtersmentaliteit er veel meer in zit. Bij mij is eigenlijk heel alles is, ja, best wel gladjes verlopen. Ik heb een fijne jeugd gehad. En nou, ik had op een gegeven moment die muziektoestanden, dat was een hobby. En dat kwam in één keer aanwaaien. Ik had in één keer mijn succes in Engeland. En daardoor ging ik draaien. En Thijs is echt begonnen in de clubjes. En ja, ik moest helemaal opwerken naar. Naar de bovenste plank, om het zo maar te zeggen. Ja, het is wel een artiest. Ja, topgast, een hele vriendelijke jongen, lieve jongen. En ja, bezig met zijn vak. Enorm gedreven met zijn vak. Wel en dat artiest, vak is muziek. Hoe bedoel je dat? Ja, als je zo bezig bent met een ding. Dan vangt je dat ook. Hè? Het is als een soort junkie ben je daarmee bezig. En dan laat je misschien andere dingen wat links of rechts wat liggen. En voor zover ik Thijs ken, was hij met zijn muziek bezig. Punt. Het ging ook over muziek. En hij had wel heel veel vrienden. En heel veel, er was wel een groep die daaromheen hing. Zo. Toen ook al wel. Maar het ging toch altijd wel over muziek. Over de beat. Toen wij voor het allereerst droomden over een stadionshow. En je zit met z'n tweeën in een kroeg met een glas bier en over na te denken van hoe dat zou zijn. Ja, dan durf je dat niet eens tegen iemand te vertellen. Want die verklaart je gewoon voor gek. Als je droomt van het feit dat jij alleen een concert geeft in een stadion. Ja, als je dat dan 6, 7 jaar later bereikt met een Gelredome show en dat soort dingen. Ja, dan gaat er wel wat door je heen. Hoor. Ja? Ja, dat is fantastisch. Als je dat ziet, hoe hij dat dan doet en dat hij daar dan in één keer staat. En, ja, dat zijn toch wel... Het zijn dingen die vergeet je nooit meer. Nee. Ja, zijn moeder die stond er alleen voor. En, ja, hij heeft, op vrij jonge leeftijd moest hij voor zichzelf zorgen. En nogmaals, zijn moeder is altijd supergoed voor hem geweest. En heeft alle liefde aan hem en zijn zus en zijn broer gegeven. Alleen hij moest wel echt voor zichzelf opstaan en knokken en keuzes maken. En kiezen welke kant ga ik op in het leven. En hij kwam daarbij ook, zeker op jonge leeftijd, bij allerlei verleidingen uit waar je... Ja, dan ook in kunt vallen en dan is het take the man om de goede keuzes te maken. En hij moest wel gedreven zijn. Als Thijs niet gedreven zou zijn geweest, was hij al veel eerder misschien op het foute pad terechtgekomen. Maar alles wat hij deed, deed hij ook met gedrevenheid. En dat heeft hem ook gemaakt tot wie hij is, maar ook wel van, hij is van heel ver gekomen. En ik vond die zeker niet uit de goot, maar gewoon wel van heel ver. Want ja, vroeger bij hem thuis was er niet zoveel. En dat heeft hij allemaal gezien en voor moeten kiezen. Want ja, dit en dit wil ik zo niet. Ik wil daarvoor gaan. Dus het komt ook wel vanuit die situatie voort. Ja, ja. Nou ja, het allergrootste voorbeeld van uit het begin van mijn carrière is natuurlijk van mijn beste vriend van toen de tijd was Wilfried Dam. En toen hij kwam voor de eerste keer bij mij thuis. En toen liet ik hem gewoon horen wat ik kon met draaien. En hij zei van, wat is die apparatuur allemaal en zo. En ik mixte voor hem gewoon een half uurtje. En toen sprong hij op uit zijn stoel, zo van, ja, daar moet je wat mee doen. Want, en toen had ik zoiets van, ja, toen geloofde ik eigenlijk was echt in van, ja, misschien moet ik er inderdaad wel wat mee doen. En, dus ik heb altijd dat kleine zetje nodig gehad in de juiste richting, denk ik. Dat juist iemand van buitenaf tegen mij zegt van, hey, maar het kan ook zo. Of je moet, probeer dat eens, of probeer dat eens. Good vibes, positive energy. I feel something from this music I can't explain. Tiësto! Ja, wat heel veel zegt, denk ik, is op het moment dat hij nu, zeker de hele ten dagen, nog mensen tegenkomt van vroeger, dan zal hij daar nog steeds, die kent hij nog steeds en dan weet hij nog steeds van, oh, weet je nog van toen en toen.
Weet je wel, dus dat, ja, hij heeft lang bij een tuinder gewerkt, hè, slaasnijden en aardbeien plukken en noem maar op. Nou, bij die mensen at hij ook s'avonds vaak mee en zo. Nou, die heeft ook nog wel eens opgezocht en dat soort dingen. Dat, ja, dat zijn toch, ja, dat kenmerkt hem wel, heel trouw. Hij is kieskeurig in de mensen die hij om zich heen verzamelt. Maar de mensen die hij om zich heen verzamelt, die geeft hij ook al, ja, die houdt hij heel lang bij zich. Steeds één en dezelfde dreun. Ben je het met me eens of zeg je van er zit wel heel veel variatie en het is niet zo simpel als dat het lijkt? Ja, het is uiteraard niet zo simpel als dat het lijkt. En op zich draai ik wel regelmatig dezelfde soort sets, maar ik speel op mijn gevoel in. Dus kijk, net als in Schotland, toen merkte ik gewoon, ik moest vroeg draaien, dat ik moeite had om de boel open te breken. Ja. En in Ibiza lukte het veel beter. En hier vanmiddag op die kar was het gewoon een gekhuis. Dus wat dat betreft verschilt het heel erg van waar je draait. Hoe de reacties van de mensen zijn en wat voor plaat ik opzet. Want het lijkt op zich allemaal dezelfde dreun, maar het is gewoon een kwestie van timing. En waar zit de variatie in? Ja, de variatie zit hem in wanneer, op welk moment, de juiste tijd, de juiste plaats, moet je de plaat draaien. Als je dat niet doet en je staat er niet 100% achter, dan klinkt het voor gemeten. Ja. Mensen die bijvoorbeeld van hip-hop muziek houden, hè, totaal niet van house muziek houden. En die horen mij draaien en die zeggen van, ik hou totaal niet van house muziek, maar zoals jij draait, vind ik het toch fijn om te horen. Dat heb ik in die beats al vaak gehad. Ja, dat vind ik gewoon een heel groot compliment. Ja, tuurlijk. Ik laat gewoon een andere kant zien van de house muziek. Dat is de key van mijn succes als DJ, denk ik. Kijk, ik weet gewoon wat ik moet draaien om die mensen, om ze energie te geven, om een feest in de zaal te krijgen. Dus dat heb ik altijd al gehad. Dat voel, ja, dat zit gewoon in mij, dat voel ik gewoon aan. Is dat een onbeschrijfelijk talent? Ik denk het. Ja, ik denk dat de key is van mijn succes. Dat ik gewoon aanvoel de sfeer en ik kan er gewoon een plaat brengen naar mensen en dat ze dat horen. En dan gebeurt er gewoon iets magics. Ik kan het nooit goed uitleggen, maar dat moet het wel zijn. Als je iets uitbrengt, als ik muziek uitbreng, is iets heel persoonlijks. Dus je gooit het uit in de groep of in de wereld. En dan als mensen dan het afzeiken of zo, of het niet begrijpen, dan word je daar toch onzeker van. En dan kan je ook nog wakker van liggen? Tuurlijk. Echt? Ja, zeker. Begrijp je dat ik me dat echt niet kan voorstellen? Dat weet ik niet. Ja. Kun je dat niet voorstellen? Nee. Ja. Ik denk, op een gegeven moment heb je toch zoveel bevestiging gehad dat je dat echt niet meer nodig hebt. Nee, maar het is meer gewoon, ik snap het niet. Ik snap niet wat jij bedoelt. Je hebt bevestiging nodig, maar ik weet niet waar dit naartoe gaat. Ik snap niet wat jij bedoelt. Ik heb geen idee wat je nou bedoelt. Nee, ik bedoelde van, ja, je weet nu toch wel dat everybody loves you. Ja, maar daar staat het toch los van. Dus na iedere plaat is het weer ontdekken en proberen? Of... Nee, niet na iedere plaat, maar na Kaleidoscope hadden ze het wel natuurlijk. Als je dan de reacties leest overal, heb je wel zoiets van aan. Doe ik het wel goed? Ja, maar een paar maanden later kwamen toch heel veel mensen terug van dat was toch de juiste stap. En dan heb je zoiets van, dus dat heeft wel veel van mijn onzekerheid weggehaald. Omdat je later dan toch ziet van dat iedereen het toch wel vet vindt. Ja, de toekomst ziet er gewoon heel goed uit voor mij nu. Want doordat ik mijn stijl heb veranderd, ben ik gewoon in een heel andere wereld terechtgekomen. En andere mensen tegengekomen, andere DJ's. Ik heb een nieuw label gestart, Musical Freedom. En daarop breng ik gewoon tracks uit van jong talent. En het is gewoon heel inspirationeel om al die jonge producers, DJ's te zien. Die willen ook allemaal de top halen. En dat ik die een beetje kan helpen. En ja, dat is een beetje. En ik kan natuurlijk nog een nieuw album maken volgend jaar in de nieuwe stijl. Want ik heb zoveel geleerd de afgelopen 2 jaar van het oude album.
En ja, ik doe nou, ben bezig met een remix van Coldplay. Dus komt ook binnenkort eraan. En ja, het is gewoon fijn om te zien dat ik nog steeds zo relevant ben in de scene. En dat iedereen toch ook naar mij kijkt van wat doet hij en wat gaat hij doen. En al die jonge DJ's die mij tracks sturen en advies vragen. En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En ik denk in de toekomst, als ik zou stoppen met draaien, dan zou ik misschien een managementbedrijf beginnen of zo. Of iets om jonge gasten te helpen en te waarschuwen voor de valkuilen in je carrière en te coachen. Ik denk dat zou ik wel leuk vinden om te doen. Muziek is iets wat je wilt delen. De muziek hou je niet voor jezelf. En Thijs is een, niet alleen een DJ, Thijs is een muzikant. En muziek deel je. En als je dus iets hebt bedacht wat mooi is om te doen, dan deelde Thijs dat ook. Als je kijkt hoeveel mensen er soms achter die drie tafels stonden en dan stond hij dat voor te doen. En dan anderen gingen dat proberen. En er was soms een hele klas achter die drie draaitafels. Dus ja, dat is altijd een groepje. Maar ja, goed, uit die hele stal zijn een aantal jongens zijn natuurlijk best wel groot geworden. Thijs is een gedreven, warme, lieve jongen. Ja. Mijn droom is om mijn eigen helikopter te hebben. Dus een helikopterpiloot wil ik nog leren. Ja? Ja. Dat lijkt me heel gaaf om met je eigen helikopter gewoon die vrijheid dat je gewoon... Je parkeert je helikopter ergens en je gaat in en... Thijs heeft soms gewoon heel weinig tijd voor sociaal leven, zeker de mensen hier in Nederland en noem maar op. En dan zeg ik al van joh man, we maken tijd, weet je. Straks zijn we 70 jaar en dan staan we lekker te biljarten in een cafeetje en hebben we nog tijd zat om bij te praten. Ja. Dat zie ik wel naar uit. Thijs wil later een helikopter. Oké, okay. Dan gaan we met de helikopter naar de kroeg. Nou ja, ik heb gewoon geluk gehad dat ik altijd op het juiste moment de juiste mensen tegen ben gekomen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat ik altijd, als ik iets nodig had, was er altijd iemand die er was. Die in mijn leven kwam van, ja, je moet dat doen of je moet dat veranderen. En dan deed ik dat en dan... Hoe komt dat, denk je? Dat jij die mensen aantrekt, blijkbaar? Ja dat is voor mij echt een raadsel. Dat is misschien iets spiritueels of er is iets magics. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar het is echt altijd al zo geweest.